Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe Magic Shop Product Review. Deze keer de Melero Rings van Ernesto Melero. Is het zijn geld waard? Is deze gimmick waar iedereen op zit te wachten? Hoe werkt het dan? In deze review ga ik het je allemaal vertellen. Oké, de Melero Linking Rings, want dat is meteen het effect, de Linking Rings. Even een kleine korte brief history over de miniatuur Linking Rings, want zoals je aan de verpakking kunt zien zijn het niet die hele grote ringen, waarbij je bijvoorbeeld Richard Ross op een andere grote goochelaars op toneel ziet werken, maar het zijn miniatuur Linking Rings. Ik denk een jaar of 15, misschien wel langer geleden, werkte ik bij Jan Monnikendam. Nee, het is langer denk ik. 18 jaar geleden misschien denk ik. Werkte ik bij Jan Monnikendam en wij verkochten al jarenlang die kleine miniatuur Linking Rings. Volgens mij hadden ze ooit van een Chinese fabrikant, True Magic of iets dergelijks. En af en toe verkochten we er wel eens een. Maar bijna niemand nam ze, want iedereen kocht die grote Linking Rings. Totdat er een Aziatische Amerikaan kwam met een DVD en een set Linking Rings. Die man heette Shoot Ogawa. En Shoot Ogawa heeft van de klassieke grote Linking Rings deze miniatuur Linking Rings keihard op de kaart gezet. Zijn routine, zijn hele manier van denken en zijn routine eigenlijk waren zo waanzinnig mooi dat het de basis heeft gelegd tot de miniatuur Linking Rings. En ik ken heel veel professionele goochelaars en ook heel veel amateur goochelaars die regelmatig optreden, die nog steeds elke dag of elke keer als ze optreden de mini Linking Rings toepassen. En dat komt dus allemaal door Shoot Ogawa. Oké, dus het effect is de Linking Rings. En in al die jaren dat die Linking Rings, die miniatuur Linking Rings actief zijn, zijn er best wel wat verschillende mensen geweest die aanpassingen hebben gedaan op de standaard set. En de standaard set, even voor jouw beeld, die heb ik hier ook liggen, die ziet er als volgt uit. En het zijn gewoon 4 kleine Linking Rings die, perfect in jouw broekzak passen. Nou, je ziet het, die zit in een mooi handig pasje, zakje. Je kunt ze makkelijk bij je dragen. En die Linking Rings die kun je perfect vertonen voor een kleine groep. Table Magic. Nou, wat krijg je dan als je die Melero Linking Rings koopt? Ik ga het je laten zien. De verpakking, die heb je natuurlijk niet echt nodig. Maar wat daarin zit, is wel heel erg mooi. Ten eerste zit er een mooi hard karton. Wat is het eigenlijk? Een mapje. Een hard mapje. Alsof je op reis gaat. Weet je, een soort koffer. Nou, daar zitten jouw Linking Rings in. Nou, nu zitten ze nog in plastic. Normaal gesproken zou je dat natuurlijk eventjes eruit halen. En als je dat eruit haalt, dan krijg jij ook nu weer exact gewoon hetzelfde als wat je verwacht. Je krijgt dus 1, 2, 3, 4 Linking Rings. Je krijgt een normale Linking Ring. Je krijgt nog een normale Linking Ring. En waarom zeg ik Linking Rings? Nou, waarschijnlijk omdat ze gelinkt zijn. Dus je krijgt eigenlijk de standaard set. Gewone, de keyring en jouw 2 aan elkaar. Het enige verschil is... Nou, nee, er zit niet één verschil in. Er zitten 2 hele grote verschillen in. De eerste grote verschil is het formaat. Dit is de traditionele TCC miniatuur Linking Rings. Eigenlijk de standaardmaat. En dit is de Melero Linking Rings. En zoals je ziet zijn die wel eventjes ietsjes anders van formaat. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Ik denk het wel. Nou, je ziet duidelijk dat die een stuk groter is. Is dat dan het enige? Want qua prijs, ik kom er natuurlijk straks op terug, maar de TCC Linking Rings zijn bijvoorbeeld €22,50. En die Melero Linking Rings zijn bijna €48, €47,95. Dus dat scheelt gewoon best wel €26, bijna. Dat scheelt nogal. Is dat dan het enige verschil? Nee. Het wezenlijke verschil zit hem in de gimmick die Ernesto Melero heeft gedaan. Want dat is, net als heel veel andere goochelaars, een fan geworden. Waarschijnlijk door Shoot Ogawa, die met de miniatuur Linking Rings aan de gang is gegaan. En één ding wilde hij heel graag doen en dat was die Linking Rings wat cleaner tonen. En als ik heel eerlijk ben, en ik ben heel eerlijk, want het is een eerlijke review, denk ik dat hij dit echt specifiek gemaakt heeft voor de goochelaars. Want er zit namelijk een gimmickje bij. Nou, ik weet niet of je de Linking Rings kent of dat je de routine kent. Maar het idee is dus dat je 4 losse ringen hebt. En dat je bijvoorbeeld 2 van die ringen pakt. En die laat je zien. En die haak je op een of andere magische manier in elkaar.
Wat natuurlijk helemaal niet kan, want het zijn solide ringen. Ze zijn gemaakt van solide materiaal. In elkaar gelast als het ware, terwijl je de lasnaad niet kan zien. Nou, dat is het mooie van deze linking rings. En het bijzondere is ook nog, als je... Ja, dat dacht ik al. Ja, nee, je gaat toch wel. Ik moest even harder slaan. Dat komt omdat ik dit formaat niet gewend ben. Maar tot zover is er niks bijzonders. Alleen de meeste goochelaars die weten nu dat als jij dit gaat doen, dat dit absoluut niet kan. Je kan absoluut niet de buitenste twee ringen, of de buitenste, die kan ook zo pakken. Dit kan niet. Als jij normaal gesproken een linking ring set hebt, dan kun jij dit dus gewoon niet doen. En die Malero Rings, die stelt je in staat om het wel te doen. En eigenlijk is dat dus de enige toegevoegde waarde van die Malero... Mooie set eigenlijk, hè? Eigenlijk is dat het enige toevoeging zeg maar, van die Malero Linking Rings. Oftewel, je kunt dus de ringen ietsjes cleaner laten zien. Ik zeg ietsjes cleaner, want vanaf dit oogpunt, vanaf jullie oogpunt, vanaf nu de camera is het fantastisch. Maar als ik ook maar zo ga staan of zo ga staan, dan kan ik deze extra feature, deze extra stukje gimmick absoluut niet gebruiken. Dus als ik heel eerlijk ben, weet ik niet alsof ik die Malero Linking Ring zou nemen. De enige reden dat ik zou kunnen verzinnen is omdat ze een maatje groter zijn en omdat er zo'n mooi doosje bij zit om ze op te bergen. Maar eigenlijk vind ik dat het enige extraatje wat die Malero Linking Rings hebt. Yo, dat is een moeilijk ding. Is dus die manier dat je hem eigenlijk alleen als je face-to-face zit, recht voor je hebt, dat je dan iemand wat cleaner die Linking Rings kunt laten zien. Maar, goochel je wel eens voor goochelaars? De meeste, ja, ik wel. Ik heb best wel vaak dat ik een truc moet laten zien voor goochelaars. Maar de meeste mensen en de meeste klanten die bij mij in de winkel komen, ja, die goochelen toch wel gewoon voor echt publiek, voor leken publiek. En ik denk dat je dan die extra add-on van die Malero Linking Rings niet per se nodig hebt. Ik denk zelfs dat je het niet gaat gebruiken. Alleen als je deze truc face-to-face zou doen, of misschien als je op een YouTube filmpje of een Instagram of als je showreel moet maken of iets dergelijks, dan zou dat misschien wel interessant kunnen zijn. Dus als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of het nou echt een toevoeging is of dat het weer een product is van, nou ja, we gaan dit op de markt brengen met veel bombarie, want het is volgens mij een Vanishing Ink product en nou, die gaan natuurlijk te gek, het is helemaal nieuw. Persoonlijk heb ik er, heel eerlijk gezegd, heb ik mijn twijfels erover. En als ik dan zie dat die dan bijna twee keer zo duur is als de normale linking ring set van TCC, die echt heel mooi is, die ook gewoon heel goed is afgewerkt, die er gewoon fantastisch mooi uitziet, die wij verkopen voor €22,50, inclusief een Nederlandse video met wat basisroutines. Nou, dan denk ik dus, ja, moet je dan voor die Malero linking rings gaan. Wat je wel krijgt en wat echt wel toegevoegde waarde is, is de instructievideo van de Malero Rings. Die is heel uitgebreid, bijna een uur lang. En daar leer je gewoon hele mooie routines, hele mooie versie. Je leert hoe je het gimmick kunt gebruiken. Nee, je leert hoe je de set kunt gebruiken met de Malero gimmick. Ik noem het maar even Malero gimmick. En zonder de Malero gimmick. En eigenlijk zonder de Malero gimmick. Ik denk dat je daar het beste, of dat je daar het meest aan hebt. Als ik persoonlijk ben. Nou, wat kost de Malero ranking? Wat kosten die ringen? Ik heb het al denk ik een paar keer genoemd, maar wat ik al zei, die ringetjes die kosten dus €47,95, inclusief het mooie hoesje waar het in zit, inclusief de online tutorial waar je echt heel veel aan gaat hebben. Al met al, absoluut zeker wel waar voor zijn geld, laat ik dat voorop stellen. Het is absoluut een mooie set voor een mooie prijs. Ze zijn wat groter dan normale ringen, wat voor veel goochelaars misschien wel prettig zou zijn. Maar het is nou, ik ben niet meteen dat ik denk, oh wauw, het nieuwste van het nieuwste. Want het is wat mij betreft niet vernieuwend genoeg en praktisch genoeg om hier helemaal wild te gaan en te zeggen, jongens, dit moeten jullie kopen. Maar ja, goed, nogmaals, het is mijn mening en niet jouw mening. En als jij het heel graag wil kopen, nogmaals, ik denk dat je absoluut een hele mooie set hebt. Begrijp me niet verkeerd. En voor €47,95, ja, ben je gewoon wat dat betreft wel, heb je echt wel een mooie set.
Mocht je vragen hebben, laat het vooral gerust weten. Als je dit een leuke review vond, als je er denkt, nou, daar heb ik wat aan gehad, doe even een duimpje omhoog. Als je er niks aan hebt gehad, ja, kijk dan gewoon volgende keer niet. Duimpje naar beneden, dat vind ik zo niet nodig. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal als je het niet gedaan hebt. En eventjes het belletje aan te zetten. Ja, yep, perfect. Ja. En als je, ja, dit dus dan, als je dat belletje aanzet, dan krijg je ook meteen een notificatie als ik de volgende review online ga zetten. En dat zal waarschijnlijk Mark Elsdon's Casino OOTW zijn. En waar OOTW voor staat, nou ja, dat zie je dan in die volgende video. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. Ik ga nog even met die ringen spelen. Echt wel leuk. Dat is absoluut leuk. De truc is leuk. Zie je volgende keer. Doei.